In dit filmpje bespreken we de richting bedrijfswetenschappen. Bedrijfswetenschappen is een domeingebonden doorstroomrichting binnen het studiedomein economie en organisatie. Dit is een theoretische studierichting die gericht is op een brede algemene vorming. De leerlingen gaan vanuit concrete maatschappelijke contexten aan de slag om inzicht te krijgen in economische concepten. Binnen de specifieke vorming vinden we het vak economie. Dat bestaat uit de componenten algemene economie, waaronder de rol van producent en consument, marktwerking en internationale handel, en bedrijfswetenschappen, waaronder accounting en vennootschapsrecht. Het gaat hier om dezelfde inhouden als in de richting economische wetenschappen. Voor wiskunde wordt de verdiepte basisvorming voorzien met extra doelen gericht op economische inhouden. Voor de talige vakken en de wetenschapsvakken wordt de basisvorming aangeboden. Als we de lessentabel van bedrijfswetenschappen vergelijken met die van economische wetenschappen, zien we dat er meer tijd voorzien wordt voor het vak economie. De wiskunde is dan weer iets minder uitgebreid. Ook op moderne talen ligt minder de nadruk. Er wordt wel extra aandacht besteed aan het vak informatica. Met het vak communicatie en media willen we het vermogen van de leerlingen aanscherpen om media en communicatie kritisch te benaderen. Leerlingen die kiezen voor een doorstroomrichting hebben in 2a de nodige kennis en vaardigheden opgebouwd binnen de algemene vorming. Specifiek voor deze richting hebben de leerlingen een uitgesproken belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen en actualiteit. De logische vervolgrichting in de derde graad is de studierichting bedrijfswetenschappen.